Seizoen dan van dit seizoen. En wat wie de blessure? Ik heb een knibbelhoestrijd. Ja. En hoe lang ben je nog weer in training? 2,5 weken ongeveer. Oké. Okay. Toen net iedereen stond direct op de man, dus er waren wat rondes. Ze kon niet horen, goed te leiden. Ja, die kreeg wat kansen. Had maar net echt kansen, maar die maakte het spul wel. En toen helst iedereen wat drukker op en toen wat beter. Nou, wat voelde je van jou een invalbeurt, Joost? Ja, ik vond het wel goed begin. Ik kreeg geen last van de knibbel. En ja, ik zie een mooi plekje op het middenveld. Dus ja, wel goed voor mij. Maar ja, ik denk nog steeds dat we wel handhaven. Er is nooit deel om maar 3 wedstrijden voetballen. Maar ja, de eerste jochem punten hebben we en ik vind ook wel mijn stiekem ook wel een beetje naar boven zien. Je had tijdens die blessure had ik net volle conditie werken kind eigenlijk?
Ja, nee, net echt. Ja, ik heb ook in, maar ga ik niet. Maar ik heb een oefening die om mijn spieren van de knebel sterker te maken. Maar op zich heb ik van mezelf weet ik wel dat ik een goede basisconditie heb. Dus ik vind zelf dat ik altijd wel snel weer erop ben. Nou, ik ga eerst hoe we trainen samen waaien. Ja. Ik zie dat al die energie naar woorden in de voetbal je lezen zijn. Ja. En train ik een doelhak die komt. Ja. Heel leuk, hè? Niet zin. En hoeveel doelen gaat die erin? Dat is het eigenlijk. Ik was meteen. En je hoort er weer bij. Ja, je hoort het. Ja, meestal je wel rustig.